Mensen, goedemorgen. Zou je afvragen, Koen, waarom start je in godsnaam je video zo? Ik wil namelijk een klein videootje van opnemen met Adama Traoré, team of the season. Ik dacht van, dat is lachen. Weet je, maar toen dacht ik van, weet je wat, ik open eerst even een paar packies, gewoon zelf. Om even wat coins te krijgen, want ik kon net die Adama Traoré niet betalen. Nou, dus ik open een paar 50k packs met de goedpunten van ikwiltegoedpunten. Oh mijn god. What the fuck? Ja. Oh, hoeveel is die dikke lul waard? Oh mijn god. Oh, 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 2 miljoen. Oh. Yes. Ja, yes. Het is ongelooflijk. Ik ben trouwens verbrand. Is echt niet te doen. Jezus. Ja, we hadden gisteren bankjes opnames. Ze hebben in de tuin gezeten. Maar dit is niet normaal. Wie is nou de packkoning? Ik ben gewoon weer helemaal back, jongens. Ongelooflijk. Ik open gewoon een 50k pack 2. Ik was ook niet aan het opnemen. Want ik dacht van, weet je wat? Waarom zou ik dit opnemen? Want 50k packs over het algemeen zijn vrij slecht. Pak je deze man? 2 miljoen coins. Oh mijn god. Dit is ziek. Hey, ik kan er nog één opening. Gaan we ook gewoon doen. Geen gezeik. Ik skip hem ook gewoon. Ik heb 36 Aguero geskipt. 36 Aguero. Nou, dat is weer heel slecht. Ja. Het was even een klein gelukje. Ik had even een klein gelukje aan mijn zijde. Mensen, als jullie blij zijn dat de packkoning eindelijk weer terug is, doe een duimpje omhoog op deze video en abonneer op mijn kanaal. Ik ben helemaal back in business, man. Dit is lekker, joh. Nou, dan kan ik Adama Traoré trouwens gewoon rustig de pik van krijgen. Oké, dat is wel heel onaardig, maar het is wel zo. Gaan we deze vent er even uithalen. Ons Douglas. En gaan we lekker op 7 chemistry, want mensen krijgen daar aids van. Ga ik... Oh, wat een kaart! Dit is niet normaal! Nou, gaan we even een chemistry op en pleuren. Havik? Nee, hebben we niks aan. Shooting hoeft niet omhoog. Wat moet eigenlijk wel omhoog bij hem? Want hij heeft namelijk alles fucking goed. Zijn passing en zijn fysiek. Architect, daar gooi ik omhoog. De rest is allemaal al zo ongelooflijk hoog. Ik heb gewoon 8 chem. Prima. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Ik weet niet... Ik ben het helemaal kwijt, jongens. Ik ben het helemaal kwijt. Dit is mijn beste speler van het jaar. Ik heb gepakt. Ik heb het niet eens opgenomen. Echt... Auw, ik ben verbrand daar. Wat een kaart. Is niet te doen. Sowieso een van de duurste, denk ik zelfs. Ja, dit team, dit wordt natuurlijk een easy win. Als we even eerlijk zijn. Ik heb Aguero. Dus dit wordt een easy win. Oké, let's go. Goh, dit is toch ongelooflijk lekker, mensen. Hier ben ik toch wel vrij ongelooflijk blij mee, moet ik zeggen. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Oh, daar gaat hij al. Aguero. Ah, oh, wat slecht speler. Wissel. Romarinho. Wat heb jij nou voor speler? Hallo. Zoek het in zo'n dribbelflikkertje. Weet je wel, je kent ze wel van die dribbelflikkertje. Waarom staat ze maximum in de spe. Oh, ik heb andere instellingen. Aguero, ah. Behalve een beetje van dat Aguero nu op rechts buiten staat. Want mijn instellingen vonden aangepast zijn. Oh nee, waarom ben ik zo slecht? Nee, naast, nou. Fuck, Romarinho. Het moet niet gekker worden. Romarinho, hij lijkt op Cuadrado, is niet normaal. Hoe Cuadrado dit? Aguero. Het is niet normaal, de packkoning is eindelijk weer terug. Dit voelt toch ongelooflijk goed, jongens. Ja, maar nu weet ik ook gewoon dat ik Messi en Ronaldo ga packen. Team of the year, hè? Dat te verstaan. Ja, we hebben je goal gezien. Het was op... Dit is letterlijk Cuadrado, what the fuck. Cuadrado. Niet Cuadrado, dat is die van PSV. Ja, maar hoe is dit nou overtreding? Hij loopt letterlijk tegen mij aan. Hij loopt letterlijk tegen mijn speler aan. Eenmans muur. Oh mijn god. Ja, maar wat zijn we hier aan het doen? Wat zit ik hier nou te doen? Ik heb net een speler gepakt voor 2 miljoen en ik word hier gewoon helemaal kapot gemaakt. Leon Goretzka, Nathan Ake, Ballack. Goh, wat een wereldgoal. Hoe kan dit nou? Nee, maar nu staat mijn opstelling goed. Oh, nee, dat wil ik helemaal niet. Hey, waarom is die Romarinho best goed? Daar gaat hij, Aguero. Oh nee, wat doe ik? Oh, ik wou een soort van, ik dacht ik moet hem terughalen, anders pakt hij hem af, maar dat deed hij niet, want hij, ik weet niet wat hij deed, maar hij dacht van, ik ga hem lekker niet afpakken, de bal, wat ik raar vind, want je speelt voetbal, dan moet je de bal toch afpakken. En toen had ik het helemaal verpest. Oh, wat Aguero was te goed eigenlijk, daar kwam het eigenlijk op neer. Ah, het is gewoon boef, man. Goed. Nee, joh, die Ake, waarom is die goed? Ik kan niet voetballen. Nee, die meen je niet. Ja, over, dacht ik al. Het zal wel niet, dacht ik. Kijk, wat mensen nu kunnen zeggen. Kijk, ik ben nu misschien zo rood als een tomaat, maar ik ben in ieder geval niet meer wit. En zo langzaam kom ik van de haatcomments af, mensen. Dat is hoe we het doen. Scheidsie. Ja, maar als dit allemaal mag op een voetbalveld, wat zijn we dan, waar zijn we dan nog mee bezig? Even serieus. Als dit allemaal mag op een voetbalveld. Nee! Ah. Ik moet zeggen, ik begon even slecht, maar nu heb ik hem toch al redelijk in de tang. Alleen ja, we staan steeds achter. Dat is wat minder. Goed. Ah. Buitenspel. Staat hij buitenspel? Hij schiet hem wel lekker binnen. Maar ja, daar heb je helemaal niks aan als hij buitenspel loopt. Goed. Aguero. Lekker. Maximum. Lekker. Daar verderop. Ja. Nu. Pam. Bam. Goed. Bam. Goal. Dat is een heerlijk doelpuntje. Heerlijk doelpuntje van Mbappé. 2-1. We zijn weer helemaal terug in de wedstrijd. Jawel. Dat mag zeker gezegd worden. We zijn weer helemaal terug. Nee. Dit kan toch niet? Wat een poepspel, jongen. Oh, set your mind free. Oké, die gun ik het wel. Nee, laat maar zitten. Goed gedaan. Mooie doep. Mooi doelpunt. Jongen, Sint Maxima. Het werkt niet, hoor. Team werkt niet. Ik heb een nieuw team nodig.
Het geeft me echt tyfus, jongen. Dan pak je die bal af en dan pakt hij hem niet. Nou, jongen, ik word helemaal weggespeeld gewoon. Ik word niet weggespeeld, maar ik heb geen... Hij pakt me gewoon. Ja, schijt zelf overtreding, hoor. Een vieze smerig ook van El Dazari. Ik kom gewoon niet door zijn koude verdediging heen. Is goed. Die moet erin. Ja, dit speelt hij meer een meter voor zich uit. Kaulo mee. Oh. Kom, maximum. Zit die gullet broer weer op de zoon weer op de lijn. Wordt niet goed, hè? Oh, mijn god. Dat is toch geen passie, Sokko. Lekker, Guero. Ja, die jongen. Ik kom er gewoon niet langs. Ja, oké, het is ongelooflijk. Heb je 2 miljoen betaald voor die? Nou, ik dan niet, want ik heb fucking veel pekluk. Guero! Ah, jammer. Zo'n mooie aanval. Mooi gedaan. Jammer van de uitvoering. Dat was ietsje minder. Maar ja, dat ging er niet in. Dus ja, daar heb je dan geen tips aan. Ja, daar komt het wel neer. Nou, nah, jongen. Hij stapt constant in en het werkt ook, want dat is het trieste. Kom op, het kan op zich nog wel, hè. Cuadrado daar. Oh, goed. Waarom staat hij zo verschrikkelijk vrij? Ja, dat dacht ik even niet, hè. Wat een gek. Daar gaat hij. Ja, daar komt die enorme tanker van een Furnace weer aangerend. Nou, ik weer bang natuurlijk. Oh, dit is toch geen paas, man. Dit is een kruisje paas. Ja, overtreding. Ah, dit geeft mij echt zieke snoen. Oh, ik ga gewoon verliezen. Verliezen van een poepteam. Ja, alleen maar diepe ballen komen eraan. Naast. Lekker vol. Pak hem. Ja, lekker. Tweede paal. Kom op. Boom! Lekker, kom op. 3-2. Het kan nog. Hij gaat zeker 18 rond spelen. Oh, dit meen je niet. Pak de bal. Kom op, even die bal pakken. We gaan even lekker dat balletje pakken. Pak hem nu. Nee, pak hem niet. Maar de keeper heeft hem. We hebben gewoon nog een kans. Wat heeft hij gedaan? Ik heb gewoon nog een kans. Lekker rennen. Met Sim Maximum. Even terughalen. Even rust. Lekker. Balletje op. MLP. Rechts. Staat buiten spel zeker. Is dat hij buiten spel? Hoe staat hij buiten spel? De allerlaatste Kaulo minuut. We hebben verloren. Die heb ik ook niet vrolijk van, mensen. Die heb ik absoluut niet vrolijk van. Maar we gaan nog een pot doen. Want ik heb er vertrouwen in dat ik dit beter kan. Waarop dat gebaseerd is geen flauw idee. Want ik ben tantoe slecht. Maakt niet uit. Maakt niks uit. 11 chance points. Lekker, jongen. Dan gaan we naar een nieuwe pot. Nieuwe kansen. Ik kan het niet van verliezen van een team wat 3-4-3 speelt. Hou even op. Hij heeft ook gewoon 5 aanvallers. Oh nee, die Fred is niet echt een aanvaller trouwens. Zo, die Aguero kan er een gereed van. Jongen, ik ga die gelijk verkopen naar deze ding. 2 miljoen coins. Dat iemand dat voor hem betaalde, ben je niet goed hoor. Maar hey, wie ben ik? Nee maar. Ah. Oh, keeper. Nee. Oh. Ik heb even kleine wisseling in de opstelling volbracht. Mensen, lieve mensen. Ja, intussen. Nou, dat is, hey, zit hij te poepen of zo, die Kante? Oh, en zijn Kante zit natuurlijk weer heel goed tussen. Ja. Nee, ik zie weer hoe de vork in de steel steekt. Disgusting. Nee. Oh, nee. Oh, mijn god. Ik ben zo tantoe slecht in dit spel. Son. Fucking son. Hier, Aguero. Aguero naar binnen, lekker. Aguero naar buiten, lekker. Aguero, finesse shot. Aguero, volley. Oh, jongen, als je niet op binnen schiet, jongen. Dan zou je tenminste een keer een doelpunt maken. Aguero. Oh, naast. Het is wirklich waar, unglaublich. Only 17. Oh, goed. Nee, die staat weer 100 meter uit het spel. Waarom paas ik hem ook? Ik snap er niks van. Oh, ik ben zo slecht in dit spel. Oh, het is echt een jank. Maar het maakt me niet eigenlijk slecht, want ik heb wel Aguero gepakt. En mensen, weet je wat het nu is op dit moment? Je zegt altijd toch van, ah, oh, die slechte spelers krijgen altijd pack luck. Nou, in dat schuil zit ik dus nu. And I'm loving it. Nou, ik word er weer helemaal uitgelopen. Het is echt ongelooflijk. Ik ben zo slecht. Oh. Het is echt niet om aan te gluren. Het is echt zo verschrikkelijk. Ik wil les in FIFA. E-sports, als jullie kijken, hit me up en geef me basisles in FIFA. Divisie 5. Oh mijn god. Oh. Dat is mijn beste schot van de wedstrijd. Nou, dus rust, we staan 2-0 achter. Fantastisch. Ik heb er meer schoten ook. 2 zilver goal, 2 goals. Het leven is triest. Aguero. Ah, die kan er echt geen reet van, jongen. 2 miljoen coins, jongen. Echt de meest makkelijke keuze ooit die ik heb moeten maken om een speler wel of niet te verkopen. Want die vent is echt zo verschrikkelijk slecht. Oké, Sim Maximum. Goed, op Aguero. Ook goed. Aguero, even balletje terug. Even rust. Goed. Balletje door op Aguero. Ook goed. Hop, terughalen. Pasie terug. En dan zit er weer die Alaba tussen. Alaba. Ja, hij scoort gewoon 3 met Son. Hij scoort gewoon een hattrick met die polo tussen Son. Ik word niet goed. Links buiten is de 10e season Son. Nee, ik kan dat niet. Dat haalt hij niet hier. Wel. Ah, die is wel goed moet ik zeggen. Je doet een stuk beter dan mijn Aguero in ieder geval. Dat is één wat zeker is. Aguero, mooi goal. Nou, hoe mis je dit? Je hebt 97 shooting. Je moet erin, jongen. Aguero! Nou, jongen, ik zweer het je. Ik weet niet wat je bedoelt met... Ik zweer je, oh nee, dat is niet wat ik moet. Ik moet jou beter werken. Ik kan moet je normaal van Eik en 10 uur van Dijk. Zal ik op internet zoeken? Nee, hou je bek, Siri. Hoppa, 3-1. Lekker. De comeback is om. Neymar. Oh, dit is te
verlies. Ga die vent gelijk verkopen. Instant. Zonder enkele twijfel. Weg met die gozer. Mensen, ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. De packing. Hij is langzaam weer aan het terugkomen. Ik voel het weer. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Vergeet niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer later. Zullen we vandaag Siri de mop laten vertellen? Ik ga Siri de mop laten vertellen. Siri, vertel eens een mop. Hoeveel iPhones heb je nodig om... Oké, laat maar. Hey Siri, vertel eens een mop. Deze is voor kinderen. Wat eet een kat in het liefst als ontbijt? Gestampte muisjes. Wat eet een kat het liefst als ontbijt? Gestampte muisjes. Jesus Christus.